Hey, hallo allemaal. Dit is Sjuleke van 365 Gaming. Ik ga jullie hierbij even een klein stukje gameplay laten zien van de nieuwste garrisons in World of Warcraft Draenor. Zoals jullie misschien wel eerder hebben gelezen, kun je in de nieuwe expansion van World of Warcraft je eigen basis bouwen. Je hebt zeg maar je basisgebouwen zoals de garrison, waar een command table in staat. Waar je dus zeg maar als je followers verzamelt, deze ook weer op missies uit kunt sturen. En waar ook je building table staat. Je building table, daarmee kun je bepaalde slots, kun je gebouwen bouwen. Dit is eigenlijk een beetje de entree van mijn garrison. Zoals je hier links ziet, staat hier een mole machine. Die mole machine, die heb ik al een keer vrijgespeeld met een missie die deze week bij mij in mijn garrison vrij is gekomen. Maar laat mij jullie eens eventjes meenemen in mijn garrison. Dus we gaan even een klein stukje lopen. Dan komen we bij mij hier op het middenplein uit. Dit gebouw hier op de achtergrond, dat is mijn garrison. Omdat ik al een langere tijd aan het spelen ben, heb ik een garrison van level 3. En zijn ook al mijn plots vrijgespeeld, dus heb ik al mijn gebouwen al kunnen bouwen. Ik zelf heb ervoor gekozen om richting de raid activity te gaan. Dus ik heb zeg maar mijn twee gebouwen staan voor mijn main professions. Dus tailoring die ik heb gebruikt en enchanting. Daarnaast heb ik een salvage yard gebouwd. Een salvage yard die zorgt ervoor dat ik kans op heb dat elke keer als er een missie klaar is, ik van die missie salvage meebreng die ik dus in dat gebouw kan openen. Waar er dus bijvoorbeeld kleding in zit voor mijn followers, waardoor ze sterker worden of wapens of andere, nou meestal is het geld of andere kleine artikelen. Ik heb ook een warmill gebouwd. In die warmill daar komen dagelijks dungeon quests in. Nou, dat zijn normale dungeon quests, maar ook heroic dungeon quests. En ik kan, als ik dat gebouw tot level 3 heb, kan ik in plaats van de 20 standaard followers, kan ik er 25 hebben. Dus dat is alleen maar positief natuurlijk. Daarnaast heb ik ook een gebouw gebouwd waarin... Ik ben even de naam kwijt. The Warmill. Waarmee ik door standaard resources in te geven. Ik dagelijks, nou om de 3 uur eigenlijk, wapens en kleding en defense voor mijn followers kan bouwen. Daarnaast heb je natuurlijk standaard je barakken. Je barakken, daar trainen je characters in. En als je barakken level 2 hebt, kan je... Een van je followers kan je als een soort van bodyguard meenemen. Die er dus eigenlijk je helpt tijdens het questen of alle andere dingen die je doet. Dan heb je ook nog je trading post. Nou, daar staat, als je die upgrade, kan je daar je reputation van een bepaalde factie die je normaliter niet kunt upgraden. Die kan je daar een upgraden. Je kan daar dagelijks... garrison resources binnenhalen om de 3 uur, is dat ook weer waar je je kan daar dagelijks zijn dat andere materialen die je voor moet inleveren, maar dat is dat, ja, dat stelt voor zich zeg maar. Dan heb ik natuurlijk ook mijn eigen mijn. Nou, die mijn ook daar kan ik dagelijks stenen inleveren, ook weer om de 3 uur komt daar in dit soort zo'n soort doosje komt daar ores in vrij. Zoals jullie in mijn bag zien is dat Blackrock ore en True Iron ore. In die cave zitten mijn miners die daar rondlopen. Maar je kan daar, ook al heb je geen mining, toch mines minen en daar je ore uithalen. Dan heb ik daarnaast ook mijn eigen herb garden. Nou, momenteel staat daar helemaal niks in omdat ik vanochtend alles al eruit getrokken heb. Dus dat is naarmate je hem steeds verder upgrade, dus naar level 3 of zo, komen daar steeds meer herbs dagelijks te staan die je dus kan gebruiken, zoals Talador orchids of starflowers en nog veel meer.
Dan lopen we nog een stukje verder. Dan heb ik hier mijn eigen fishing shack. Dat is de dagelijkse fishing quest die hier rondloopt. Ik durf daar niet heel veel over te zeggen, aangezien ik nog niet heel erg ver ben met fishen op dit character. Het enige dat het ervoor zorgt dat ik dus, als ik hier in mijn garrison ga zitten, op mijn laaier reed met mijn vishengeltje, dat ook ik hier medium of kleine soorten visjes kan vangen. Daar hoef ik dus niet per se voor buiten de wereld in. Nou, ik heb mijn eigen Flightmaster, zoals je ziet, die me over de hele wereld kan brengen. En dan in de laatste hoek heb ik... nou ja, mijn general goods vendor, mijn repairs en dat soort dingen die je standaard een beetje hebt in je garrison. En heb ik mijn menagerie nog. Dat is waar je je pet battles dagelijks kunt doen. Daar krijg je quests voor. En je ziet hier een aantal combat pets lopen die je dus dagelijks uit kunt dagen. Waar je dus weer bepaalde sterretjes voor krijgt. Of in ieder geval artikelen voor krijgt waar je je pets mee kunt upgraden. Nou, lopen we eventjes mijn town hall, aka my garrison, in. Nou, dan zie je dat die dus gigantisch groot is eigenlijk. Maar het belangrijkste in die garrison is je command table. Daar staat je war master achter. En als we die aanklikken, dan zie je dat ik dus nog bij available een aantal missies open heb staan. Ik zal eens kijken of ik nog iets erop uit kan sturen. Ik heb hier een level 91 missie. Dan drukken we op. Dan zien wij dat ik geen... Al mijn followers zijn op missie of ze zijn aan het werk. Ik kan dus niemand voor deze missie eruit sturen. Maar normaliter selecteer je dus één van je characters. En die drag je hier in het vakje. En dan kun je zien hoe goed je het doet. Maar vaak heeft dat ook te maken met... Ja, wat voor abilities het monster heeft, zeg maar, waar je tegen vecht. Je ziet dat dit een uur duurt, deze missie. Nou, zal ik je even laten zien. Ik heb hier een aantal missies in progress staan. Experience met name. Geld. Ik kan er delen voor mijn legendary ringen quest mee krijgen. En bijvoorbeeld soms ook wel kleding. Nou, zoals je ziet heb ik hier dus ook een aantal. Drietal missies klaarstaan. Voor heroic level gear. Ja, dat zouden dus stukjes zijn die ik dus zou kunnen verkrijgen in heroic dungeons of met dit soort missies. Dit, zoals jullie kunnen zien, is dus waar ik het toen straks over had in de warmail. Dat je daar je character mee aan kunt kleden. Ik heb hier het tabblad followers. Daar staan al een aantal, nou ja, zoals je ziet zijn ze allemaal natuurlijk op missie. Maar ik heb mijn favoriete character natuurlijk, ik weet niet, ik... ga me even selecteren voor je. Dan zie je dat het net zoals ik een Restoration Shaman is. Lioraj. Zoals je ziet heeft hij Chain Heal. En kan hij dus counteren dat de group damage, zeg maar. Mijn Leo heeft een gear level van 639. Zijn armor heeft een item level van 651. Hij komt dus met dit soort enhancements. Kan ik hem in item level omhoog helpen. Maar met dat wat je net zag, ik zal nog even terugbladeren. Staat hier dat ik mijn character gelijk een kledingset aan kan geven. Wat dus een item level van 630 heeft. Ik ben er nog niet helemaal over uit of dat betekent dat er 630 erbij komt. Of dat je zeg maar op de basis van 630 blijft hangen. Want dat is dus iets wat ik nog zelf moet uitzoeken. Maar zoals je wel begrijpt, ja, hoe sterker je popjes zijn, hoe makkelijker de missies gaan. Naast de command table hebben we dus ook mijn building table. Nou, we gaan er eventjes naartoe. Dit is dus eventjes een soort van platte grondje van mijn garrison. Dit zijn je standaard plotjes die je dus hebt. Dus je fishing shack, je menagerie, je herb garden en je mine. Die moet je door middel van een aantal quests moet je die vrij spelen. Dit is mijn my garrison, dus mijn great hall. Die dus level 3 is zoals je ziet. De trading post, de barakken, de war mill, de tavern en dan
zoals ik je vertelde, mijn Salvageyard en mijn Enchanter en Tailoring. Je kunt hier zien, nou, ik heb hem geüpgraded tot level 2. Ik kan hem nog eentje verder upgraden, maar die is locked. Dus die kan ik nog niet upgraden. En datzelfde geldt ook voor mijn Warmill, die is ook nog locked. Mijn barakken is ook nog locked. En zo geldt dat voor eigenlijk alles op dit moment. Ik kan dus nog niet heel, heel erg veel verder. Mede ook dat als je omdraait, dan zit hier een yo! Goblin die dus al die boekjes verkoopt, zeg maar. En als ik dan helemaal naar achteren bladen naar bijvoorbeeld mijn trading post, dan zie je dat die achievements required. Alle level 3 barakken, noem maar op, alle gebouwen van level 3 hebben allemaal een specifieke achievement nodig om zeg maar geüpgraded te worden. Alchemy Lab en Enchanter en Tailoring, dat is allemaal één dezelfde. En daar ben je dan wat langer mee bezig, want omdat je, zoals ik je al eerder vertelde, moet ik even naar buiten rennen voor je. Om eventjes naar mijn Enchanter post te gaan. Ik heb daar helaas niet de materialen voor om ze nu in te stellen. Maar dit is mijn Enchanter post. Dan staat, Tailoring post. Deze jonge dame die heeft voor een aantal boekjes heeft die de dagelijkse dagelijks maak je met fur en met een bepaalde herb maak je een aantal hexweave dingetjes. Cloth, zeg maar, hexweave cloth. En met die boekjes, die dus, dat zijn secrets die je dus ook dagelijks moet maken, kan je dus je recipes kopen voor tassen, voor noem maar op, allerlei specifieke dingen. De andere jonge dame die in die post rondliep, waar staat ze? Deze. Is een assistant en die geeft mij dus de mogelijkheid om work orders te geven. Ik betaal dus voor iedere 3 uur betaal ik haar 5 fur. Doen we dus nu eventjes, dan zie je dat het zelfs nog 2 uur is maar bij deze. En daar krijg ik 1 hexweave cloth voor terug. Doe ik dat bij de enchanting. Even kijken of ik de goede heb. Die wil even niet tegen mij praten zoals je ziet. Nee. Wil jij the dark times will pass. Talk to me. Dan zie jij dat ik voordat ik om een bepaalde crystal te maken, dat is de temporal crystals, die je nodig hebt voor echt alle hoge level enchants. En dus nog wel redelijk weinig verkrijgbaar zijn, maar ook je fire, je water en je air, die je ook weer nodig hebt daarnaast om nog te doen. Die creëer je dus door fractured temporal crystals of om epics te disenchanten. Nou ja, epics disenchanten, dat doe je dus eigenlijk nooit. En ik heb ook niet genoeg dusts om haar aan het werk te zetten. Want er is voor mij momenteel heel weinig groen om te disenchanten. En ik ga niet de hoofdprijs te betalen. Dat is eigenlijk een heel klein beetje hoe de garrison werkt. Ik hoop dat je hem begrijpt. En dat je het een beetje interessant vindt. Ik en mijn corehound zeggen jullie eventjes gedag. En hopelijk tot de volgende keer.